Nemma praten, gitterbommend, gitterpoldermuggend heer. Want de lurie kunnen vrouwen toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. Heeft u al vakantieplannen? Ja, ik heb al heel lang vakantieplannen en ik kijk er ook steeds naar uit. En wij gaan altijd naar Zuid-Frankrijk, naar de mooiste plaats van Zuid-Frankrijk in de Provence. Saint-Rémy, de Provence, zeg je dat wat? De Provence wel, Saint-Rémy niet. Oh, Saint-Rémy, daar heeft Vincent van Gogh zo'n 180 jaar geleden rondgelopen. En de dingen zie je daar nog steeds. En als je daar de kroeg in loopt, dan zie je nog ongeveer hetzelfde. En als je daar door het landschap rijdt, zie je ook nog, herken je dingen van zijn schilderijen. Dus daarom ga ik daar naartoe, want ik ben een Van Goghofiel. We nemen de caravan altijd mee en we overnachten dan ergens halfweg Frankrijk en rustig aan daar naartoe rijden. En we gaan ook altijd naar dezelfde camping. Een oude meneer is naar de baas en dat is gewoon superleuk. Die gaat zondagsavonds de bar opengooien en dan krijgt iedereen een drankje. Hij verkoopt gegrilde kip en friet, dus dat is helemaal perfect. Klinkt als een hele goede vakantie. Ja, dat is ook goed en ik zie er nou al naar uit, want ik stik van de kou. Naar Florence willen we dan gaan kijken en die hele stad bewonderen. Daar zitten we dus in Laverno, niet zo ver vanaf. En dan merk ik het wel of we dat ook leuk vinden in zo'n drukke stad. Maar ik ben liever in de natuur. Want wij zijn ook nog zo dat ik een hele mooi appartement in de Alpen heb, in Chamonix. En dat is in Frankrijk. Ja, dan ben je gewoon zo mooi om daar te leven in de bergen. Bewuste keuze ook dat plekje of u wilde gewoon in de bergen en lekker in de natuur zijn? Dat heb ik toen geleerd voor 25 jaar terug. Ik ging altijd skiën in Oostenrijk. En op een bepaald moment was een vriend van mij, die was bij de Lions Club. Daar gingen voor Fouten, dat was een professor in Amsterdam. Een keuken voor de kinderen die kanker hadden, hebben wij dus 10.000 gulden in die tijd, waren de gulden tijd nog. Dan hebben we de Mont Blanc wezen beklimmen. En dat is gelukt. En toen was ik verslaafd aan de bergen in Frankrijk. En toen kwam de gunstigheid dat ik daar een appartement kon kopen. Ik ga met de Zwarte Zee. Oh, dat is prachtig daar, hè? Ja, heel leuk. Ik vind het heel fijn leuk. Ik hoop dat jullie ook komen. Ja, ben ik geboren, heel fijn in land, maar ben ik getrouwd, kom ik Nederland. Ja, een beetje heimwee. Dat mag altijd, hè? Ja, ja. Laatste vraag. Wanneer gaat u? Ik ga aan de 11 juni. Hoe lang? 3 maanden. Wauw. Leuk, maar ben er 2 jaar niet geweest. Ik hoop dat u heel erg gaat genieten. Dank u wel. Jullie ook, dank u wel. Leuk met praatjes. Nee, ik ben al op vakantie geweest. Mag ik vragen waar naartoe? Gran Canaria. Hoe was dat? Ja, dat was leuk. Ja. Ja, dat was lekker, even in de winter. Dus dat was heerlijk. Lekker warm daar? Ja, het was erg warm. En het eten? Goed. Ja hoor. Ja, gewoon lekker. Gaat u altijd in het voorseizoen op vakantie? Nee, dat was nu eenmalig. Had dat een reden? Alleen de warmte lekker opzoeken? Ja, nee, ik ben met mijn dochter geweest. Even ertussenuit. Dat was heerlijk. Ja, even lekker naar de zon. We hebben wel vakantieplannen, maar we zitten met de kleinkinderen. Dus we moeten dan zelf nog een beetje kijken hoe we het kunnen gaan doen. Omdat de kinderen op vakantie en de ouders op vakantie, dan gaan we kijken hoe we dingen in kunnen delen. Dus het zal wel een last minute worden of zo. En dan plannen naar de zon of? Uiteraard, de zon. We zijn alleen maar, kijk net tussen Turkije, Mallorca of wat verder, Aruba of zo. Dat ligt allemaal wel in de plannen, maar voor dit jaar is het even een beetje wikken en wegen.
Laat maar zeggen, de menigte om je heen, de mensen die er wonen, of ze vriendelijk zijn of niet vriendelijk zijn, dat is natuurlijk een grote keuze. Ten tweede, Aruba is de strand, als het daar bloedheet is, kunnen gewoon overheen lopen. Maar dat is ook weer een financiële kwestie uiteraard, want het is een stuk expensiver dan dat je naar Turkije gaat ofzo. Voor de rest hebben we eigenlijk weinig keuze, we willen het zoveel mogelijk zien. Gaat u dan ook wat aan cultuur doen? Helemaal niets. Echt helemaal niets, want wij zijn geen cultuurmensen, we gaan geen uitstapjes doen. We zijn één keer geweest dolfijn zwemmen met mevrouw, dat wou ze. Maar ik geef niks, ik geef alleen lekker op het strand rust, of bij het zwembad rust, of kennis. Je leert mensen kennen uit andere landen of zo. Dat wel, maar echt cultuur is non. Nou, op het moment niet. Ik ga wel een paar weken op de camping zitten in het kleine, maar verder zien we wel hoe het afloopt. Is dat de camping hier in Nederland? Ja, camping Hengeland in Afferden. Hoe is het daar? Ja, leuk, gezellig. Ja. Nee, we zijn bezig met, we doen principe animatie. Dus een beetje met vakantie ben je daar gewoon voor de kinderen, ben je actief bezig. Spellen en dat soort dingen allemaal. Ja, leuk om te doen. En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gitter op, het gitter aldermugend heer. Mag ik u vragen, hebt u nog vakantieplannen voor dit jaar? Nee, ik heb geen vakantieplannen. Waarom niet? Omdat ik gewoon geen zin in heb. Oké. Ja. Ik heb een hele goede buurvrouwen en mannen. En dan vind ik het niet nodig om weg te gaan. Dus u hebt het echt naar uw zin in uw huis? Ik heb het helemaal naar mijn zin. Ja. Ik heb eigenlijk alles al gezien wat ik wilde zien. Ja. Ja. Ik blijf nu in de tuin zitten. En ik verwacht af en toe iemand op bezoek. En ik heb nog een dochter en een schoonzoon. En die hebben 3 kinderen. Dus daar geniet ik ook van. En gaat u wel eens dagjes uit met hun? Ja, zo af en toe. Dan komt het zo voor dat ik soldaat van Oranje ben ik het laatste geweest. En als zij een leuk programma hebben, dan vragen ze altijd, ga je mee? Ja. Ja? Waar gaat u heen? Katzand. Waar ligt dat? Zeeland. En hoe lang blijft u weg? Een week. Een week. En waarom Zeeland? Waarom eigen land? Nou, dat vonden we een keertje leuk. Ik heb geen zin om naar het buitenland te vertrekken. Oh, je bent daar genoeg geweest, in het buitenland? Nou ja, maar het is gewoon te omslachtig allemaal. Ik heb geen zin in. Nee. Ja, ik ben gek op water, dus ik kan er niks aan doen. Ja. En eigenlijk die kant op leek me wel een keer mooi. Daar kun je ook een hele hoop rondom. Ja. Eigenlijk. Een mooie provincie, hè, Zeeland? Ja. Ja. Ja, wij houden van de zee. Dus. En wat doet u dan zo de hele dag? Gaat u dan dorpjes bezoeken en marktjes en winkeltjes? Of is het meer van luieren? Allebei. Ja? Ja. Als het weer maar goed is. Ja, dat is het belangrijkste. Ja. Naar Mallorca. Mallorca, waarom Mallorca? Ja, daarom. Vind ik leuk. Lekker mooi weer. Je bent er al vaker geweest zo te horen. Ja, ja. En wat gaat u daar dan doen de hele dag? Ja, met mijn dochter en met mijn kleindochter. Een week. En gezellig, lekker aan het strand. Alleen maar aan het strand of ook tochtjes maken? Kijken, overal kijken, ja. Waarom is dat, hé? Ja. Maar gaat u ook dan met het boemeltreintje naar Soyer? Dan moet u eens gaan doen, dat is leuk. Ja. Nou, dan doen we dat. Ja, dat is heel leuk, ja. Ja. We gaan naar Frankrijk, Zuid-Frankrijk. Zo. De dag meteen naar de kindervakantie. En hoe lang? Een weekje of 2. Zo. Heerlijk. En is er dan Fréjus en zo, die omgeving? Ja, wel echt Zuid-Frankrijk in die richting. En lekker op de camping met onze kinderen en mijn man. En dan lekker naar de zee. Is dat dan uw eigen tent of huurt u daar een kant-en-klare tent? Mijn man die huurt zo'n huisjeachtig idee. Ja. Het is wel de eerste keer dat ik weer op vakantie ga, dus ik vind het heel spannend. Het is een lange tijd geleden. Ik ben niet echt een vakantiemens. Ik ben heel erg gehecht aan huis. Dus ik krijg behoorlijk snel heimwee. Dus ik heb zoiets van, ik vind het echt heel spannend. Maar ik moet gewoon een keer mee met mijn man natuurlijk. En voor de kinderen is het ook leuk een keer. En mijn man wil gewoon niet alleen gaan natuurlijk. Dus hij wil dat ik meega. Nou, gaan ook mensen niet naar Frankrijk omdat ze geen Frans kunnen spreken? Is dat voor u een probleem? Nee, ja, ik kan geen Frans. Maar heb ik geen probleem mee. Ik praat gewoon Engels. Maar ik heb wel gehoord dat de Fransen daar een beetje moeilijk over doen. Hè? Beetje chauvinistisch. Maar goed, ik bedoel, ik ga er nu een keer naartoe. Ik ben benieuwd. Want normaal gaan wij naar Spanje of Italië. Ja. Daar praten ze wel Engels.
daar doen ze wel meer moeite. Ja, daar ben ik wel eerlijk. Is dat de enige vakantie dit jaar wat u gaat? Ja, vind ik wel goed. Dan vind ik het wel goed geweest. Ja, dat is prima. En een citytrip misschien nog met mijn man. En welke cities dan? Dan denk ik wel Barcelona, Sevilla, dat soort... Gewoon 3 dagen? Ja, lang weekend. Niet te lang zonder de kinderen. Nee. Want dan ga ik ze missen. Ja. Nou, is ook mooi natuurlijk. Ja, heerlijk. Dan is het even lekker quality time met z'n tweeën, hè? Nou, is die buurvrouw die niks zal zeggen, is, ja, die komt uit Brazilië. Die gaat een maand naar Brazilië. Dus zou u daar wel eens heen willen dan? Ja, ik wel. Maar dat vind ik best wel ook spannend. Best wel ver, hè? Dus u gaat op familiebezoek? Ja. Ja. Voor 1 maand. En dan lekker naar het vader en moeder? Ja, klopt. Ja. We hebben een appartement gehuurd. Dus ja. Wij willen wel met onze familie in een appartement blijven. En daar gaan wij onze familie, mijn familie op bezoek. En welke plaats gaat u dan? Je hebt Rio de Janeiro en zo. Rio de Janeiro, ja. Oh, ik kom uit Rio de Janeiro, ja, dat klopt. Ja. Nou, je zou, het is zo'n groot land en dan toevallig geraden dat u daar vandaan komt. Maar ja, er wonen ook heel veel mensen, hè? Oh ja, 12 miljoen inwoners, ja. En u bent voor de liefde naar Nederland gekomen? Ja, dat klopt. Ja, ja 10 jaar geleden ben ik hier naartoe gekomen. Ja, dat klopt. Nee, daar heb ik geen zin in. Ik liefst op mijn eigen badje. U woont hier in Elst? In Driel. In Driel? Ja. Ja, en, maar ja, daar gaan ook mensen op vakantie. Ik denk hier Driel bijna, Ballenbeek. Ja. Maar hebt u een partner? Ja. En die wil ook niet? Die gaat ook niet mee. Maar dan blijft u de hele zomer in de tuin zitten of zo een beetje? In de tuin, een beetje rondfietsen en een beetje scooteren en ijsjes eten onderweg. En... Oh, je gaat er wel dagjes uit? Ja. Dat is toch ook vakantie? Ja, dat is ook een beetje vakantie, ja. Ja. En als u zou willen gaan, wat zou u nog willen zien een keer in de wereld? Nee, niet echt. We kunnen allemaal op de tv volgen, hè. Dat is toch anders? Ja. Je proeft het niet, je ruikt het niet. Nee, maar ja... ja. Zal we niet veel verschil uitmaken. Nou, dan wens ik u een hele fijne vakantie thuis. Ja, dankjewel. Ja, okay. Jullie ook. Ja, dankjewel. Dag.